Vorig jaar stond alles bij de singelloop in het teken van het wereldrecord. Dit jaar geen Leonard Comon en ook geen aanval op zijn record. Als je het wereldrecord hebt, dan is het niet gebruikelijk om je eigen wereldrecord aan te vallen. Je hebt het, dus als het niet lukt, kan het alleen maar tegenvallen als je niet het wereldrecord weer verbreekt. Dus we hebben gekozen om een heel breed veld neer te zetten met veel nationaliteiten. En dat is gelukt. Schema. Een beetje achter, maar dat is kom op. 7,4. 6,3. De recreatieve atleet stond gisteren centraal. Het waren er wel 10.000 die vertrokken voor 10 kilometer langs de Utrechtse singels. Het is best warm. Het is warm. Het was zeker warm. Het was dan ook druk bij de drankpost. Ik geniet op dit moment van de mensen die binnenkomen en die allemaal PR's of het hebben gehaald. En zoveel mensen die hier hardlopen, daar geniet ik enorm van. Super, mijn eerste officiële wedstrijd. Super. Hoe trots ben je? Ik ben zo trots. Ik ben zo blij. Oh, geniet ervan. Hebben jullie samen gelopen? We zijn elkaar bij de start al kwijtgeraakt. Dus. Ja, heel romantisch. Heel romantisch, ja. Mensen liepen hun eigen wereldrecord. Maar er moest natuurlijk wel een winnaar zijn. En daar werd toch nog best hard voor gelopen. Philip Langat uit Kenia was veruit de sterkste. Philip Langat, er is hij! De rest was goed, maar even de course was goed, de weather was good also, but it was weather was very altitude very high, at least, but I ran very well. Achter de Kenianen was er ook nog een mooie strijd tussen de Nederlanders, met een trotse Jesper van der Wielen als sterkste. Ik liep nu 28,56, ja, weer een PR en ik win van 2 Europese kampioenen uit mijn categorie, 123 jaar en. Ja, en ik word eerst een Nederlander. But a world record, is that possible for you? Yeah, it is possible. If I got a good pacemakers, it was possible. Next year? Yeah, next year we'll come and try. Hallo, spreek je Snelsman van vandaag bij deze 61ste editie. En de grootste beker is voor hem. Uw applaus voor de